In deze serie van 6 filmpjes geven we tips voor een drempelvrij internet. Dus hoe maken we websites en andere digitale informatie toegankelijk voor iedereen? Deze keer kijken we naar de toegankelijkheid voor mensen met een motorische beperking. Snel door naar tip 1. Tip 1. Voor mensen met een motorische beperking kan het lastig zijn om een muis te gebruiken. Zorg er daarom voor dat het ook mogelijk is om met het toetsenbord of zelfs met spraakbesturing te kunnen navigeren. Tip 2. Als de buttons op je site aan de kleine kant zijn, is het met name voor mensen met een motorische beperking erg lastig om op de juiste plek te klikken. Zorg er daarom voor dat je buttons aan de grote kant zijn. Tip 3. Wanneer invoervelden te dicht bij elkaar zijn geplaatst, is het lastiger om op het juiste invoerveld te klikken. Door meer ruimte tussen de invoervelden toe te voegen, maak je het voor de gebruiker gemakkelijker om op het juiste invoerveld te klikken. Tip 4. Een website op je mobiele telefoon is kleiner dan een website op je laptop. Vandaar dat je website zich moet kunnen aanpassen. Zo zijn je vingers dikker dan je muis is en zullen ook de buttons groter moeten zijn. Tip 5. Maak gebruik van shortcuts mogelijk. Hierdoor wordt informatie verder aangevuld. Denk bijvoorbeeld aan je adres dat automatisch verschijnt op het moment dat je je postcode en huisnummer intypt. Door shortcuts te gebruiken verklein je de kans dat de gebruiker ergens vastloopt. Wil je meer informatie over drempelvrij internet? Klik dan op de link onder deze video of neem contact met ons op.